hebben wij een pavlova. En die wordt nu aangesneden. Het is ons kerstdiner. Doe een andere volgorde. Hoe groot? Puntje. Zo'n lekker puntje. En we hebben erop blauwe bessen en frambozen. En er zit mascarpone onder. Ja, valt eraf. Maar het is wel lekker, hè? Dat weet ik wel niet, hè? Jawel. Ja, het lijkt me wel lekker. En dan zit door de mascarpone gaat ook een beetje cream cheese en citroensap. En dan wordt het nog een beetje gezoet met poedersuiker. Dus die gaan wij straks eten. Ja, alsjeblieft. Hier is mijn portie. Nou, lekker. Laat. 14.30. Verwachte landing 14.30. Athene. Arrival 1. Dit is hier, dus we moeten sowieso naar de andere. Maar we gaan eerst naar... Starbucks. Vandaag heb ik een rustig dagje gehad. Het is vandaag woensdag en ik was eventjes een nieuwe contact. Ik heb maar één contactlens. Ik moest een nieuwe contactlens laten aanmeten, want ik vond deze niet meer zo lekker kijken. En hij is weer een half puntje sterker, dus moet nu plus 3. En toen ben ik nog heel eventjes het Alexandrium winkelcentrum heel eventjes doorgegaan, want ik wilde even kijken bij een paar winkels die natuurlijk allemaal sale hebben, zoals Mango, Zara, H&M. Nou, ik liep erin, ik liep eruit. Bij de helft dacht ik, ja, dat heb ik al. En ik zoek altijd een aanbieding dat je denkt, ja, wauw, goede aanbieding, goede prijs. En ik zag bij de Zara wel één soort parkhijjek, want ik wilde een nieuwe jas hebben voor buiten als ik Pim uitlaat. En dan schrok ze weer niet bij, dus dan kan ik niet even zo overleggen van, nou, wat zou ik doen? Is die leuk, is die niet leuk? En ik denk altijd bij twijfel mij niet doen. Dus nou ja, dan ga ik er misschien later weer spijt van krijgen. Kan ook. En toen ben ik eigenlijk naar huis gegaan. Dus ik had lekker rustig middagje. Oh ja, nieuwe agenda moest ik hebben. Die had ik eigenlijk ook nog steeds niet. En ik had toch al op allerlei afspraken staan voor januari. Dus ik moet nu nou echt wel een agenda hebben. Heb ik ook gekocht. En natuurlijk staat slot voor het oud en nieuw. Want je weet maar nooit. Iemand gaat hem winnen, zeg ik altijd. En dan wil ik eigenlijk nog met Dimitri en Roxy nog een staatslot kopen. En dan heb ik twee kansen. Jee, je weet me nooit. En ik neem nu even gewoon iets simpels te eten. Ik heb gemaakt een Spaans omeletje, maar ik had nog wat aardappeltjes over. Hij viel wel uit elkaar met omdraaien, want mijn koekenpan was iets te groot, dus dat ging niet zo goed. Maar maakt niet uit, in je maag valt hij ook uit elkaar. En ik heb nog een lekkere salade erbij. En er zitten nog wat nootjes in en gewoon allerlei soorten sla en rucola. Dus nou, dat ga ik eventjes eten. En dan neem ik er een glaasje Prosecco bij. En dan ga ik morgen mijn moeder meenemen voor de boodschappen. Dan kan mijn vader lekker thuis blijven. Met oud en nieuw ben ik altijd eventjes bij hen. Dus dan kan ik alvast een beetje concentreren wat we allemaal willen smikkelen, denk ik dan. Nou, dus dat was een rustig dagje. Kijk, ik zit weer eens volledig in de clouds. Ik vind het altijd wel lekker. Dus je hebt gewoon alleen maar dit als uitzicht. Heel flauw kan je een beetje hier het water zien. Flat van mijn ouders kan ik ook niet zien. Helemaal niks. In my own little world. Goedemiddag, het is vandaag donderdag en het is nog steeds mistig. Ja, ik ben blij dat ik nergens heen. Ik moest eigenlijk eerst heel vroeg vanmorgen ergens heen. Ik ben blij dat ik niet hoef. Het werd afgezegd, over twee weken. Maar ben ik blij. Vind ik helemaal niet leuk in die mist rijden. En vandaag is het dan donderdag. Ik heb net even mijn haar
gewassen. Dus dat is in ieder geval voor oud en nieuw schoon. En dan ga ik zo eventjes mijn moeder oppikken. Want ik heb beloofd dat ik met haar boodschappen ga doen. Ik moest zelf toch ook. Dus ik denk, nou, ik kan beter haar meenemen. Kan mijn vader lekker thuis blijven. Want die vindt het eigenlijk helemaal niet leuk om naar buiten te gaan. Het liefst zou hij de hele dag lekker gewoon in de stoel willen zitten. En televisie kijken en lezen. Maar hij moet dan van haar mee in de auto. En dat vindt hij eigenlijk niet zo leuk meer. Dus, dat ga ik zo eventjes doen. Maar, er zit hier een hondje. Er zit hier een... Oh, ga je nou wegkijken? Are we arrogant? Nee. Pim? Hé, hey, hallo. Pimploen. Kijk je naar de andere kant op? Je ging toch naar buiten? Ja, hè? Jij wilde naar buiten, hè? Ga het eens vertellen aan de mensen. Want je zat hier heel veel geluid te maken. Ja, kan je wel wegkijken? Hè? Net doen of dat niet zo was. Hé, Pim. Maar we gingen plassen, weet je nog? Dat is wat je kwam vragen. Ja, nou, dan gaan we dat maar doen, hè. Ga ik zo kijken naar jou. Zo, zie je wel. Ik moet anders om jou lachen. Pim. Zullen we dan maar naar buiten gaan? Ja, hè. Ja, ja, en daarna gaan we eten. Ja! Ja, daarna geef ik je altijd wat lekkers, hè. Gaan we eten. Dan gaat Pim lekker smikkelen. Lekker eten en doen we daar stukjes komkommer in. Want de laatste tijd ben ik een beetje... zijn snackjes aan het aanpassen, want ik had een paar snackjes een paar jaar. En vond ik te veel kleurstoffen in zitten. Zie je, dan werd hij een beetje zo rooierig zo bij zijn bekkie. En dat wordt dan minder. En zijn buik werd er ook een beetje rood van. Ik denk, dat is niet de bedoeling. Nou, ga mee. Kom, gaan we. Kom dan, kom. Ja, gaan we lopen. Het is vrijdag. Goedemiddag. De mist is opgetrokken en we hebben een zonnetje. Dus dat is wel mooi weer. En ik ga, denk ik, vandaag mijn kerstboom allemaal opruimen. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik ben er klaar mee. Hij kan weg. We hebben het gehad. En dan hoef ik het zondag niet te doen of zo, of maandag. Want dan zit je zo tegenaan te hikken van wanneer ga ik mijn kerstboom opruimen. Dus als ik zin heb nu, kan ik het beter nu doen. Des te eerder is die allemaal weer netjes. En dan ga ik om 5:30 Roxy halen bij de metro. Die komt dan van de werk en die is er om 5:30. En dan gaan we nog even een paar dingen shoppen. En want we moeten nog een paar dingetjes even hebben. Dan ga ik zo meteen eventjes Pim uitlaten. En die ga ik even hier zo bij de zijkant van zijn bekje ga ik even een beetje knippen. Het werkt goed, die sushi snackjes niet geven die alles zo rood maken. Want ik heb het nu echt al 1,5 week niet gegeven. En ik vind dat het al veel minder rood is en heb ook veel minder... uitslag op zijn buik. Hij kreeg er een beetje rare uitslag van. Dus ik denk dat daar iets te veel kleurstoffen in zaten. Dus ik geef heel veel dingetjes zoals komkommer en een appeltje en dat soort spullen. Dus nou ja, dat ga ik dan even vandaag om doen. Morgen vier ik dan oud en nieuw bij mijn ouders. Dat doe ik sowieso al de laatste 10 jaar. En vaak kwamen ze ook hier, maar nu zijn ze echt op leven dat je denkt, nou laat nou maar thuis. En ze willen eigenlijk om 1:30 naar bed, want dan zijn ze best wel moe. Dus dan ga ik dat morgen bij hen vieren. En dat is jammer, want ik woon aan de kant dat ik naar het centrum kijk. En dat is altijd het vuurwerk bij de Erasmusbrug. En dat zie je altijd op de televisie. Nou ja, dat zie ik dan net niet. En, maar zij kijken zij wonen 14 hoog, ook wel heel hoog. Dus ze kijken ook helemaal over hun wijk heen en dan richting Gouda. En bij hen is ook altijd wel heel erg veel vuurwerk. Dus ik ga kijken of ik daar nog iets van kan meepikken op de camera. Dus dat neem ik in ieder geval mee. Nou, alle snackjes heb ik ook al in huis vanmorgen. Dus ik hoef morgen ook niet zo gek veel te doen. Nou, valt het allemaal wel mee toch? En, maar ik moest er ook aan denken. Dat had wel eens iemand ook een commentaar op zo'n vlog. En dan zeggen ze, ja, er gebeurt niets bij jou. Het is een beetje saai. Dan denk ik, ja, ik woon alleen. Ik heb een hond waar ik tegen praat. De vrienden die ik allemaal heb, die zijn sowieso jonger dan ik. Die werken allemaal, dus die zijn er ook sowieso allemaal niet overdag. En ja, dan valt het niet mee om je in je eentje te vermaken. So, note to self, try and see more people next year. Denk ik dan maar. Ja, ik kan het ook allemaal niet afdwingen hoor. Maar ja, daar ben ik ook wat dingetjes gaan doen, zoals bij Schiedamse Radio. Ik bedoel, het is eigenlijk vrijwilligerswerk. Maar dan ben ik wel onder de mensen. Ik weet altijd wel van mezelf, ik moet mezelf iets meer onder de mensen brengen. Want
Anders ben ik heel erg een kluizenaar, want ik zit heel erg graag thuis. En een dag is toch te kort, ook al zit ik in mijn eentje thuis. Maar ja, daarom vind ik het ook heel erg leuk om op camera dingetjes te koken of te laten mislukken en dingetjes bakken. Dus ja, yeah, that's my life. And if it's boring, I don't think so. Dus, maak me even kwijt. Nou, ik ga eventjes Pim knippen, ga ik hem uitlaten en dan ga ik de kerstboom opruimen. Te wachten tot ik Roxy zie. Dan kan ze instappen. Ik heb de motor laten draaien, maar dan kan het koud. Goedemiddag op deze zaterdag, de allerlaatste zaterdag van dit jaar, van 2016. En ik ben benieuwd hoe het weer wordt vannacht, want het is aardig mistig alweer. Dus ik weet niet of we nog een beetje vuurwerk kunnen zien eigenlijk. Ook wel sneu voor de mensen die allemaal in het centrum naar Rotterdam bij de Erasmusbrug gaan voor al het vuurwerk. En ik dacht, nou, wat zou ik nou eens te eten maken? Want ik ga natuurlijk vanavond weer van alles smikkelen. Alles door elkaar, ook dat nog. Dus ik denk, laat ik niet te veel gaan eten. Dus ik denk, nou, weet je wat? Ik heb een soepje gemaakt. En het was de bedoeling dat ik eigenlijk alles liet zien. Maar ja, het was ik al bezig. Het was de soep al klaar. Dus wat ik gedaan heb, is gewoon een heel eenvoudig noedelsoepje met roerbakgroenten erin en noedels. En ik dacht dat ik nog kip had, maar dat had ik niet. Dus het is een beetje vegetarisch noedelsoepje. Dus ik denk, nou, ik doe hem wel leuk in een Chinees kommetje. En dan toont het nog een beetje leuk. Dus nou, gewoon een lekker, heel eenvoudig noedelsoepje. En het smaakt waanzinnig lekker. Dus nou, ik ben er helemaal blij mee. En Pim slaapt door alle knallen heen. Ik heb hem altijd geleerd er helemaal niet op te reageren. En dat doet hij ook helemaal niet. Dan kijkt hij altijd naar mij. Zo van, dat hoor ik nou. En dan doe ik niks. En dan denk ik, nou, dat zal wel goed zijn. Dan doet hij ook niks. Dus dat is wel fijn. En dan ga ik straks naar mijn ouders. En dan komen Roxy en Dimitri ook. En dan... oh, en ik heb loten. Natuurlijk voor oudejaar. Kijken wat er gebeurt. Maar ja, nou, een hele avond te zitten wachten tot al die nummers voorbij komen. Weet ik niet hoor. Dan kijk ik wel morgen even via internet. Dus ik ga eerst even mijn soepje opeten. So, happy new year everybody. En dat je maar een gezond en succesvol 2017 mag hebben. Het is 10:50. Ik ben thuis. Mijn ouders gingen naar bed. Pim krijgt zo nog even een brokje om te eten. Mijn auto stinkt naar de champagne, want de fles viel om in mijn tas. En de kurk die viel er ook nog van. Ik had een professorisch kleine gesneden. En ik ga de bocht om en ik hoor knal en die kurk gaat eraf. Dus het splashed against the window, al die champagne. En het stinkt en mijn jas was ook nat. Maar ja, ik neem nog maar een glaasje. En in 2017 gaan we weer het beste ervan maken. Je weet niet hoe het allemaal gaat. Je kan het tegenwoordig helemaal niet meer voorspellen. So, happy new year. En ik sluit de vlog af. Bye bye.